allemaal, ik ben Emily, een Amerikaanse die nu in België woont, vlak over de grens van Maastricht. Zoals jullie kunnen zien, heb ik een passie voor bloemen. Vanuit deze passie kwam ik op het idee een pluchttuin aan te leggen. Maar op een gegeven moment had ik gewoon te veel bloemen om naar vrienden en familie weg te geven. Dus ik kwam op een creatieve manier om mensen gelukkig te maken. Dit idee noem ik de Lonely Bouquet, of het eenzame boeketje. Ik maak boeketjes van mijn eigen tuin die ik neerleg in leuke plekjes in steden en dorpen om door zomaar iemand gevonden te worden. Op deze boeketjes hangt een kaartje waarop ik vraag om mij te laten weten waar het boeket terechtgekomen is. Inmiddels heb ik al vele leuke en emotionele reacties gekregen, waardoor ik me realiseerde dat zo'n kleine verrassing toch een grote impact kan veroorzaken. En dit bracht mij op het volgende idee. Ik deel mijn passie, bloemen, graag met andere mensen. En waarom jullie ook niet? Hebben jullie een tuin thuis? Of kennen jullie misschien mensen die bloemen thuis hebben? Willen jullie andere mensen gelukkig maken? Dan kunnen jullie mij helpen om andere Nederlanders op te vrolijken. In juni 2013 zou ik graag met jullie hulp een nationale Lonely Bouquet Dag creëren. Voor meer informatie kunnen jullie op mijn website kijken. www.fleurepien.com. Hartelijk bedankt en tot op mijn site. Hoi!